Beste kijkers, goeiedag. Ja, vandaag een helder begin van de dag. Een schitterende zonsopkomst, zoals hier in Rotterdam. Het was het begin ja, van een uh, hele mooie herfstdag met volop zonneschijn. En natuurlijk bleef het erbij overal droog. Nou, het goede nieuws is. ...dat de krenten in de pap nog niet op zijn, want er komt nog meer mooie weer aan. De komende nacht dan is het helder in de regio. Temperaturen 7 tot 9 graden. De wind neemt af tot zwak of matig. En die komt dan uit het oosten tot noordoosten. En ook morgen overdag, de donderdag, is het schitterend weer in het Rijnmondgebied. De zon schijnt volop. Temperaturen een graad of 17. Ja, en dat bij een meest matige wind uit oost tot noordoostelijke richting. Ook vrijdag en zaterdag nog niks aan de hand... Vrij weer nog. Vooral vrijdag heel veel zon. Zaterdag ook wat wolkenveldjes. Temperatuur nou, zo'n 16 à 17 graden. En wat opvat op beide dagen dat er minder wind komt te staan. Dus het zal allemaal wat sneller, ja, aangenamer aanvoelen. Zondag komt er meer en meer bewolking, maar de stroming die draait naar het zuiden en daardoor wordt de aangevoerde lucht een stuk zachter. De temperaturen lopen op naar ongeveer 19 graden. En maandag dan is de bewolking dik genoeg om wellicht de eerste regen los te laten. Ik besluit natuurlijk weer met een fraaie weerfoto. En deze is gemaakt een dinsdagavond door Fred van der Horst uit Rotterdam. Nou, maakt u ook mooie weerfoto's. U kunt ze insturen naar weerfoto.rijmond.nl. Nog een prettige dag en heel graag tot morgen.